Zo jongens, waarom zijn we hier? Ja, nou, dit is eigenlijk wat we altijd op onze vakantie doen. We doen eigenlijk elke een halve dag tot dag met de kinderen, overal ter wereld waar we komen, iets terug. En in ons geval is dat bijna altijd de dieren. Ja. Ja. Waar komt die dierenliefde vandaan? Ja, van ons, ik denk van ons jeugd. Die, vroeger heb ik ook huisdieren gehad. En je hebt gewoon een zwak voor de dieren. En de dieren hebben ook geen stem. En als je iets terug kan doen, waarom niet? Je eerste baan was volgens mij in de dierenwinkel. Ik had een, mijn eerste baan was echt in de dierenwinkel. Oh ja? Ja. Wat deed je dan? Amsterdam-Noord, ja, gewoon afrekenen. Mensen helpen bij het kopen van producten. Waar hoort deze bij? Ik neem hem mee. Het lijkt wel een persconferentie zo, Pet. Nou, ze zitten er klaar voor. Ze zijn al een beetje aan het slapen. En bij de pers slapen ze niet, hoor. Ik maak me dan altijd toch wel zorgen van hoe komen ze aan baasjes. Het zijn er zoveel hier. Ja, het zijn er echt wel. En dit is natuurlijk fantastisch, maar dit hoort, ja, ze horen hier niet te zitten. Kijk nou die schatjes. En jullie maken natuurlijk ook hele ontroerende dingen mee. Wat heeft de meeste indruk op jullie gemaakt? Wij nemen gewonde dieren in Spanje nu in huis. En dan loopt het ook wel eens anders af. En, hoe dan? Nou, dan redden ze het niet. En dan, maar dan denk je altijd van, nou, dan hebben ze in ieder geval nog een paar weken of een paar maanden het goed gehad. Hey Pet, iets heel anders dan? Ja. Heb je er een beetje zin in? Ik heb er zeker zin in, ja. Ik ben de laatste keer, even kijken, 2018 was Ibiza. Toen ging het ook redelijk. Ja? Maar ik denk dat ik nu wel iets beter in de betere hand ben. Dus, finale plekje? Laten we het hopen. Ik denk het wel, maar je weet het nooit. Hoe fanatiek ben je dan? Zo'n toernooi? Wil je dan ook echt winnen? Ja, je wil hem wel winnen, hoor. Ja? Ja, ik bedoel, je gaat niet voor de spek en bonen meespelen. Dus je gaat wel je best proberen te doen om sowieso in de finale te komen. I think we need to have a little bit... Mag je meer? Jij zit nu in Barcelona. Ja. Wat zijn je ambities? Nou, ik ben nu op dit moment even in between jobs. Maar ik wil graag weer gaan coachen. Dus we gaan kijken wat de mogelijkheden zijn in de toekomst. Wat is jouw droomclub? Waar wil je echt heel graag een keer eindigen? Ja, droomclub is altijd heel makkelijk om te zeggen. Maar ik wil gewoon nu aan de slag ergens. Waar een goed project het belangrijkste is. En uiteindelijk, ja, of een Barcelona of Milaan of een van die grote clubs zou het wel... Dat zou ik echt zeker wel... En wil je hoofdcoach worden? Hoofdcoach, ja. Hey Pet, als ik jou zo vol passie over die dieren hoor praten, dan denk ik, hij heeft meer met dieren dan met mensen. Klopt dat? Nou, meer, ik wil zeggen, misschien wel meer, ja, maar ik denk dat, ja... Als je de dieren zo ziet, de dieren hebben geen stem. Ze zijn afhankelijk van de mens. En om een dier naar te helpen, ja, dat is een kleine, hoe zeg je dat, een kleine effort om te doen. En het geeft je zoveel voldoening. En ja, mensen die zijn anders. Die zijn anders. Laat zo zeggen. Vind je mensen soms moeilijk? Soms vind ik mensen wel zeker moeilijk, ja. Ja. Ja, ben je veel teleurgesteld? Zoals iedereen nu wel eens teleurgesteld is. Ja. Maar dat vind ik zo mooi als ik jou zo tussen de dieren zie. Dan zie ik je helemaal gaan stralen. Ik ben een dierenvriend. Ja. Absoluut.